Maar dat voorwoord begint als volgt. Dit boek gaat over bewustzijn dat zich van zichzelf bewust wil worden en zich daartoe ook aan mijn beperkte bewustwording gevangen heeft gegeven. Zo'n boek kan alleen door het bewustzijnsleven zelf geschreven worden. En in mijn geval bleek het op 4 benen te moeten lopen. Dat was het begin van inleiding. Een levensboek schrijft zichzelf. Maar het moet dan wel zelf heel bewust het wakkere puntje van je pen vormen. En dan blijkt dat, in tegenstelling tot je biologische leven, je bewustzijnsleven geen aflopende zaak is. Integendeel. Het kan zich juist letterlijk ontwikkelen, dus van zijn wikkels ontdoen. Wikkels waarmee je het in je onwetendheid, in je onbewustheid, gedurende heel je leven hebt omhuld en bedekt. Waarmee je de essentie van je eigen leven aan je oog hebt onttrokken. De laatste decennia produceert met name de neuropsychologie heel wat literatuur over bewustzijn. Maar mijn insteek was een andere. Niet schrijven over bewustzijn, maar vanuit bewustzijn. Het bewustzijnsleven zelf laten spreken. Bewustzijn voortdurend in dialoog laten zijn met het leven zelf. Nou, vanwege mijn sterke gevoelsleven werd ik, zeker in mijn jonge jaren, maar al te vaak van de ene wolk naar de andere geslingerd. En dan ervaar je dat je geen baas bent in eigen huis. En dan komt vanzelf de vraag bij je op. Hoe kom ik tot integratie, hoe kom ik tot meer innerlijke eenheid? Die zoek je dan in eerste instantie buiten je. Ik was begin 20 toen ik ben begonnen met het lezen van talloze boeken, die ik allemaal heb bedorven met strepen en aantekeningen, dat doe ik nu nog steeds trouwens, boeken die me een zekere opwinding boden, omdat ze me op het spoor zetten van de wetmatigheden van het leven. Wetmatigheden dus niet alleen van mijn leven, maar van het leven. Dat in de inzien deel uit te maken van een veel groter geheel. En deze ervaring van een zekere eenheid, die bracht zin in mijn leven. Het werd maar gauw duidelijk dat ware eenheid alleen kan worden gevonden in het eigen bewustzijnsleven. Want je werkelijkheid komt volkomen overeen met je eigen bewustzijnswerkelijkheid. En pas als je bewustzijn een eenheid is, dan ben je zelf een eenheid en is ook je werkelijkheid een eenheid. Waar ik tijdens mijn literaire oriëntatie op stuitte was dat de westerse oriëntatie op het leven is opgedeeld in talloze vakgebieden, zoals esoterie, theologie, filosofie, psychologie, allerlei vormen van wetenschap, kunst. Een fragmentatie die je juist verder verwijdert van de eenheid die je zoekt. Eenheid vond ik wel doorklinken in het oosten, met name in de Advaita Vedanta, in het Zen-boeddhisme en bij Krishnamurti. Een eerste poging om meerdere levensvisies ineen te vlechten was het schrijven van een stencil van 30 pagina's en precies 50 jaar geleden uitgegeven in november 1974. En aan het aantal schrijvers dat ik toen voor dicht plaatste, kun je zien dat het nog niet meer was dan het horen luiden van de klok, zonder te weten waar de knipper hangt. Eenheid laat zich alleen kennen als je zelf één bent, en dat was niet het geval. Wel zetten de beschreven onderwerpen me met de neus in de goede richting. Mijn oriëntatie verplaatste zich dus richting het oosten, waar de integrale benadering van het leven een sterk accent legt op volledige aandacht, op het ontwikkelen van geestelijke spankracht, en wel om door de sluier van je droombewustzijn heen te breken. Want bij enig zelfonderzoek moet je bekennen dat je het grootste deel van de dag loopt te dromen. Je bewustzijnstroom is een automatisch proces. Je denkt niet, maar wordt gedacht. Om je van het leven bewust te worden, moet je daarom heel bewust blijven bevragen. Om vervolgens met geen enkel antwoord tevreden te zijn. Ieder antwoord moet opnieuw worden bevraagd, wil het bewustzijn zijn eenheid gaan ontsluiten. En door te blijven vragen en onderzoeken, komt die geestelijke spankracht op gang en wordt creatieve energie vrijgemaakt. Je moet vinden, al weet je niet wat. Is er eenmaal sprake van een zekere geestelijk energieniveau, dan houdt het spel van vraag en antwoord zichzelf in stand. Bij dag en bij nacht.
Ik mag me gelukkig prijzen dat ik straks, ook nu nog, na 4,5 uur slaap, op literaire oriëntatietocht kan gaan. De noodzaak van een hogere bewustzijnsenergie herkende ik in het Zen-boeddhisme, met name in de Rinzai-school, die gebruik maakt van de koan. De koan is een volstrekt raadselachtige opdracht die je moet oplossen, maar niet rationeel kunt oplossen. Geen antwoord is goed. De oplossing moet uit het leven zelf komen. Het leven dat je bent. Je moet geen antwoord hebben, je moet het zijn. Blijf je het leven uitdagen en bevragen, dan kun je je leven zelf tot koan maken. Het is je beste sparringpartner om je bewustzijn te verheffen boven dat automatisme. Het is zoals zenmeester Hisamatsu zei, wat je ook doet, het werkt toch niet. Wat ga je doen? Dus blijf wel bezig. Zorg dat het energieniveau niet zakt. En wat het Westen me daarbij leerde, doe dat liefst vanuit meerdere perspectieven. Dan zal zich volkomen onverwacht een helder inzicht openbaren van die veelheid aan perspectieven die de veelheid van perspectieven overstijgt en een zekere eenheid onthult. Het doet denken aan het begrip serendipiteit. Terwijl je je intensief oriënteert en onderzoek doet, breekt plotseling het inzicht door dat er niets mee te maken heeft, dat uit een heel andere hoek komt. Het leven zelf geeft antwoord. Het geeft iets van zijn wetmatigheden prijs en daarmee iets van zijn eenheid. Dat was voor mij het eerste been om op te staan. Nu is het zo dat je alleen weet wat eenheid is als je zelf één bent. Die beleving kwam, ook alweer 50 jaar geleden, heel onverwacht binnenvallen. Tijdens een meditatief proces van zelfontlediging, waarbij juist door die ontlediging psychische krachten vrij spel krijgen, bogen deze zich letterlijk over mij heen en dreigden me op te slokken. En toen geschiedde het wonderlijke dat, terwijl ik daar in feite in doodsangst op mijn meditatiekussentje zat, vanuit het niets de stellige overtuiging in me opkwam, je kunt me alles afnemen, mijn leven, zelfs mijn lichaam, maar er is iets wat je niet kunt krijgen. Waar dat vandaan kwam, ik weet het niet. Maar in een secondeflits sloeg het diepe duister waarin ik me bevond om in een helder wit en in pure vreugde. Het was me onmiddellijk duidelijk dat dit iets, deze bewustzijnskern, eigenlijk je ware ik is. Een tijdloze, onvernietigbare eenheid. Ook al is het niet meer dan een punt van bewustzijn. En omdat een punt geen afmeting heeft, laat dit ik zich ook niet kennen. Het laat zich niet objectiveren en lijkt het een niets. Maar van binnenuit gezien, als eenheid, is het alles. In je leven kan alles je worden afgenomen, maar niet dit kernbewustzijn. Wat je kan worden afgenomen, en bij je fysieke dood natuurlijk ook wordt afgenomen, dat zijn alleen de omhulsels waarmee je jezelf in de loop van je leven hebt aangekleed. Waarmee je hebt verin zelf heeft. Zo ben je tot een zekere persoonlijkheid geworden die verschillende rollen vervult, verschillende functies kan vervullen. Maar je weet, die betreffen niet de eenheidskern. Vandaar dat, zeker naarmate je ouder wordt, je jezelf ook weer van die wikkels kunt ontdoen. En dat je je dus in die zin kunt ontwikkelen. Ben je in staat je daadwerkelijk één te weten met die bewustzijnskern zelf, dus met dat naakte ik, dan hoef je zelfs je tijdelijke vormgeving, dus je omhulsels, niet af te werpen. Het zijn dan die omhulsels zelf die jou als kernbewustzijn moeten loslaten. Het is paradoxaal. Juist als bewustzijnskern, welke van buitenaf gezien een niet-zijn is, ben ik wat ik gewezen ben, eenheid. Het is een kern die door niets of niemand kan worden aangetast. In diepste wezen kan je tijdens je leven dus niets gebeuren. En deze ontdekking was voor mij het tweede been om op te staan. Maar het was dan maar een ervaring. En ervaringen heb je, die ben je niet. Wat me wel steeds duidelijker werd, dat is dat, wil er in je leven echt sprake zijn van eenheid, dat deze dan moet worden gevonden in datgene wat wij alle gemeenschappelijk hebben. Of beter, wat wij allen gemeenschappelijk zijn. En dat is bewustzijn. Wij allen zijn in diepste wezen bewustzijn.
En bewustzijn heeft geen meervoud. Je kunt niet zeggen, ik heb bewustzijn, jij bewustzijn, en jij en jij. Bewustzijn is niet iets wat we hebben. Het is voor ons allen de ene bron van ons er zijn. En dat wordt krachtig geformuleerd door Mika Nemi, waar die zei, hoewel ieder van u centraal staat in zijn ik, vindt u toch allen uw middelpunt in één ik met een hoofdletter, namelijk het allereene ik van het ene zelf. Als mijn vereenzelvigingen, mijn wikkels me moeten loslaten, omdat ze in het licht van het ene nergens meer houvast vinden, kan die eenheidskern, die bewustzijnskern die we ik noemen, zich gaan herkennen in dat ene bovenpersoonlijke ik ben. Dus in die ene bron van al onze individuele ikken, gemeenschappelijk. Zonder vereenzelvigingen is ons individuele ik de tijdloze bewoner van de tijdelijke persoon die we natuurlijk ook zijn. Het ik is een wezen eenheid, maar vereenzelvigd met mijn persoon is het gefragmenteerd. Is het er eigenlijk niet? En we spreken over ik vind, ik denk, ik voel, ik wil. En die zijn ook vaak met elkaar in strijd, dus je kunt niet spreken van een eenheid binnen onze persoon. Maar heeft het ik zich eenmaal ontwikkeld, heeft het zich weten te bevrijden van zijn omhulsels, dan kan het zich gaan herkennen in dat bovenpersoonlijke ik ben, waar de grootte van geest van spreken. Wel nu, omdat er maar één bewustzijn is, ook al manifesteert het zich op ontelbare wijze, en omdat er maar één ik ben is, moet het zo zijn dat die twee samenvallen, dat ze hetzelfde zijn. Daarvan getuigen de grootte van geest met ik ben bewustzijn, de titel van mijn boek. Het moet duidelijk zijn dat het hier niet enkel gaat om kennis. En dat het beleven van dit één zijn jaren nodig heeft om te ontwaken. Je moet zelf één zijn om eenheid niet alleen te herkennen, maar ook te beleven. En voor mij het derde been op te staan, om op te staan. Heb er eentje over? Het vierde been tenslotte bleek aan te sluiten bij het symbool van punt en cirkel. Als het bewustzijn zijn eenheid ontsluit, dan blijkt het één onmetelijk lichtveld. Een cirkel, een bewustzijnscirkel, waarin heel de werkelijkheid aan het licht komt. Maar eenheid als begrip heeft nog geen concrete betekenis. Eenheid is een vermogen dat zich wil verwerkelijken in alles wat in die eenheid aan het licht komt. En daarin vervult de eenheid die het ik is letterlijk een centrale functie. Het vertegenwoordigt het midden van die lichtcirkel. Bekend is het symbool van het ene als een cirkel waarvan het middelpunt overal is en de omtrek nergens. Een prachtig beeld omdat het iets aanwezig stelt, de cirkel en het middelpunt, en het meteen weer terugneemt, want de omtrek is nergens en het middelpunt is overal. Zo werkt de vrije geest. Zo werkt vrije energie. Het bewustzijnslicht zelf is, werkzaam als eenmakend vermogen, niet gebonden aan welke vorm, aan welke situatie dan ook. Het symbool beschrijft de eenheid van het bewustzijnslicht met het ik, het onkenbare midden van die bewustzijnscirkel. Het is dus de cirkel zelf die zich concretiseert in zijn midden. In dat naakte ik dat zonder omhulsels is en daarom over de vrijheid beschikt aan geen situatie gebonden te zijn. In dat ik kan het licht zich concretiseren in elke levenssituatie. Het stelt mij dus in staat om iedere situatie die ik tegenkom liefdevol te omvatten met dat veld van eenheid. Want in dat veld mag alles er zijn en kan ik leven met dat wat is. Zo bied ik het licht de mogelijkheid, net als in de Griekse mythologie de god Kairos, in elke levenssituatie in te breken in de tijd. In dat licht, in die vrije energie, kan een diepe verbondenheid worden ervaren met mensen, met dieren, de natuur en in feite met alle dingen om je heen. In dit ontmoeten vindt er resonantie plaats. En dan blijkt dat er in werkelijkheid geen dualiteit bestaat tussen mij en mijn zogenaamde buitenwereld. In elke gegeven situatie leent zich daartoe. Dat maakt elk moment van ontmoeten uniek.
De bewustzijnscirkel is dan ook geen abstracte bestaansvorm. Het is een levensorde. Binnen zijn licht komt alles een eigen plaats toe. Alles valt op zijn plaats. Alles blijkt een accent te zijn van het ene. Het werd in de oudheid al in het boeddhisme beschreven en is nu ook wetenschappelijk bevestigd bij hersenonderzoek dat de door ons ervaren bewustzijnsstroom in feite helemaal geen stroom is, maar bestaat uit een reeks pulsen die ongeveer 100 milliseconden uit elkaar liggen. En al die pulsen verschijnen niet naast elkaar, maar na elkaar. Elk moment is dus een nieuw moment en het is een bijzonder vreugde te ervaren dat het ene in dat gegeven moment kan oplichten. Mits ik voldoende wakker en aandachtig ben, mits ik mijn energie niet verspil door op te gaan in die stroom van gedachten, ervaringen, emoties en gevoelens die om de voorrang strijden. Dan verstillen ze deze vanzelf. Dan ben ik, waar ik sta, altijd op de juiste plek. En ervaar ik dat leven relatie is en daarom alles ontmoeting kan zijn. Het licht van eenheid kan in elke situatie doorklinken. Zo ontsluit zich in het punt de lichtcirkel. En doen we dat gezamenlijk, dan herkennen we elkaar. Niet langer naar de persoon die we zijn, maar op basis van het bewustzijnslicht dat we laten schijnen. Dat is dan het vierde been. Maar nu niet om op te staan, maar om op te gaan. Nou, zou je zeggen, eind goed, al goed? Nee. Het heeft me doen ontwaken in het besef dat leven betekent voortdurend opnieuw beginnen. Tot zover mijn verhaal. Thank you.